Nou ja, 14 februari, Valentijnsdag, stond ook bij ons in het teken van liefde, bloemen, harten en cadeaus. En wat hebben wij toen gedaan op 14 februari? Een gigolo weggegeven. Richard. Oh. Nou, iedereen die wel eens een paar uurtjes door wilde brengen met een heuse gigolo kon een mailtje sturen. En de uiteindelijke winnaar van die mailactie was Franny. En Franny is hier. En goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, Franny. Goedemorgen. Goedemorgen. Och, een avondje, Richard. Ja. Waarom wilde je het zo graag? Ja, nieuwsgierigheid. Ja. En ik ben al een tijdje niet gelukkig in het spel en niet in de liefde. Ik denk, nou, ik gok het erop, ik win het toch niet. Je dacht gewoon, ik begin gewoon eens iets heel nieuws. Ja, ik denk, ik ga gewoon schrijven. Wow. Ik win het toch niet. En toen was je dus ineens en gelukkig in het spel. En gelukkig, in de liefde. Vertel eens eventjes, hoe dus je kreeg te horen... Je hebt gewonnen. Maar schrik je dan niet ook ergens? Dat je denkt van, maar was dit wel de bedoeling? Nee, de adrenaline vloog van mijn kruin tot aan mijn tenen. Het heeft 2 weken geduurd, denk ik. Ja? Tot en met nu. Maar ja, het was heel leuk. Ik was heel blij dat ik gewonnen had. Hilarisch. Maar, en hoe gaat het dan op zo'n dag dat je weet van... nou, vandaag hebben we de afspraak. Ja, ik heb het natuurlijk eerst met allemaal vriendinnen erover gehad. En wat ga ik nou doen in 2 uurtjes? Nou, we hadden al afgesproken, we laten hem in zijn boxershort afwassen. Maar dat is er niet van gekomen, hoor. Nee. Ik had geen afwas meer. Laten we heel even kijken naar de beelden. Shirt, hè? Toen hij in de uitzending was. Nee, naar die beelden. Dat hoef ik ook niet te zien. Nee, alsjeblieft. Maar eventjes, dit was Richard op de huishoudbeurs. Het is niet mogelijk om je voor te bereiden, eigenlijk. Een gezellige date en een leuke date voor de vrouw staat eigenlijk bij ons centraal. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat is ook iets waar de menscompagnie voor staat. Oh, dus het kan ook een date zijn zonder daadwerkelijk seks te hebben? Ja, zeker. Ja. Nou, hij heeft dus niet afgewassen. Nee. Hè? In zijn boxershort. Hij is een aardige jongen, hè, Richard? Absoluut. Absoluut. Heel gezellig. Echt een gentleman. Had zelfs bloemen mee. Ja? Wat leuk. Hartstikke leuk. En voelde je ook een beetje... ja, vrouw, want dat is toch een beetje wat je verwacht, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ze zijn echt heel leuk met woorden en aanrakingen. Nou ja, hij. Oh, Richard. Dat verschillende vaak. Ja, ja. Nee. Dus, en hebben jullie samen gegeten en zo? Nee, 2 uurtjes. 2 uurtjes? Het is een beetje kort. Ja. Beetje kort. Beetje gezellig gepraat en een wijntje gedronken voor de zenuwen. En toen de zenuwen wat gedempt waren? Toen heb hij het initiatief genomen. Echt waar? Gelukkig wel. En is het dus wat we allemaal denken is ook gebeurd? Ja, ik heb hem wel mee naar boven genomen, ja. Nou, is dat dan nu dat je zegt van, hé, ik ben nu over de zenuwen heen, dat ga ik vaker doen? Ja. Als ik een loterij win, ga ik zeer zeker nog een keertje bellen. Loterij... Maar wil je dan weer Richard? Of ja, voor de eerste keer wel. Dan is een andere heer... Ik zal voor de eerste keer weer voor Richard kiezen. Ik zie jou helemaal in verbazing vallen. Ik moet gewoon mijn mond houden. Ja, ik weet gewoon dat er nu vriendinnen en vrienden zijn. John, haal je in. Want ik wil alles weten. Ja, nou, vraag maar. Was die goed? Ja. Ze weten natuurlijk precies hoe ze het allemaal moeten inkleden. En zijn natuurlijk wel professionals. Maar, John, luister naar je vrienden. John, jouw carrière raakt in het slop. Ja, we hebben het er al een paar keer over. Stel, je bent een aantrekkelijke man. Vrouwen, alle vrouwen die ik ken, hun hart slaat op hol als je de naam John Williams prijs spreekt. Ik denk dat daar ook wel een mooie broodwinning voor jou is. Dan begin ik met jou. Oh, ben jij mijn eerste klant? Nou, you've got yourself a deal. Dat zijn hele andere klussen. Ja. Zie je? Maar, okay. Jij 2. Oké, prima. Ik ga even. Maak je geen zorgen, John. Ik laat je met rust. Maar het was wel goed. Klaar. Oké. Leuk dat je zo enthousiast bent. Dat je erover komt vertellen. Ja. Is natuurlijk fantastisch. En dan maar hopen dat je die jackpot een keertje wint. En dat je ze gewoon allemaal een keertje langs kan laten komen. Ja, 24 is wel veel, hoor. Ja. 24 is veel. Oké, one at a time. Ja. Goed zo, Franny. Okay. Dank je wel.